Ondertussen, niet ver van het blok, verzamelen zich in een park met een wit landhuis 4 mannen bij een kunstwerk. De koppels weten dat ze een van deze heren moeten oppikken. En ze weten ook dat degene die zij meenemen de binnenhuisarchitect kan zijn. Hallo, ik ben Jack. Ik ben binnenhuisarchitect. Hallo, ik ben Jack. Ik ben binnenhuisarchitect. Hoi, ik ben Jack. Ik ben binnenhuisarchitect. Hoi, ik ben Jack. Ik ben binnenhuisarchitect. Ondanks hun gekibbel is het Linda en Sander toch gelukt. Zij hebben het park met het witte landhuis, het kunstwerk en de 4 potentiële binnenhuisarchitecten als eerste gevonden. Maar wat is, kunnen we aan godsnaam vragen aan iemand? Linda en Sander mogen 1 vraag stellen die de mannen alle 4 moeten beantwoorden. Op basis van die antwoorden kiezen ze de persoon die ze meenemen naar het blok. Maar het blijft een gok. En zo heeft dus iedereen een kans. Het laatste koppel heeft straks weliswaar geen keus meer uit de mannen, maar heeft misschien wel de binnenhuisarchitect. En die binnenhuisarchitect zal het stel dat hem kiest gaan helpen met het maken van de indeling van hun appartement. En dat kan een grote voorsprong geven. Want van dit pand valt heel wat bijzonders te maken. Maar het vraagt wel wat creativiteit om van een compleet gestript pand een gewild en modern appartement te maken. Hoi, wij willen graag weten hoe je een hondenkamer het beste kunt indelen. Ik zou er zo weinig mogelijk rechte delen inzetten, rechte dingen inzetten. Ik zou dan meegaan met de vorm van de kamer. Oké. Ik zou juist alles rondmaken. Alles rondmaken? Ja. Ik zou het ronde er helemaal uithalen en het niet symmetrisch verdelen met bijvoorbeeld geen 4 meubelstukken, maar 3 meubelstukken. Dus juist het ronde helemaal weg. Ik zou helemaal niets in die mooie ronde kamer maken. Ik zou de vorm laten zijn en iets met de wanden gaan doen. Ik ga voor 3. Ja, 3. We gaan voor meneer 3. Ja. Mark wachten de 3 overgebleven heren ondertussen geduldig op de nog fietsende koppels. Bianca en Andries hebben echt keihard gefietst en zijn in de buurt. Maar nog niet bij het goede parkje. Hebben jullie hier 4 mensen bij een wit beeld gezien? Erik en Remco fietsen wel naast het goede park. Maar ze hebben het nog niet door. Dan zien ze Maartje sprinten. Oh, kijk ook. Een groot wit beeld. Kijk uit, ja. We zijn er. Ja, ik stop al. Hebben jullie van het ontwerpen van jullie huis je beroep gemaakt? De binnenkant zeker. En jij? Van, mijn eigen van de binnenkant van je eigen huis? Van mijn eigen huis wel. Oké. Okay. Heb je voor het ontwerpen van een huis je beroep gemaakt? Ja. Oké. Okay. Ik zou voor de mails. Oké, okay. Dan noemen we de mails. Als ik zeg Tonet, wat denk jij dan? Daar denk ik niets bij. Nee, oké. Okay. Wat is het voor een meubelstuk? Een meubelstuk? Een meubelstuk wat ik niet zou gebruiken. Wat ik niet mooi vind. Nou, oké. Dezelfde vraag. Als ik zeg Tonet, aan welk meubelstuk denk jij dan? Dat zou ik niet in mijn ontwerp kunnen vragen. Nee, dat vraag ik niet. Aan welk meubelstuk denk jij? Wat is Tonet? Daar denk ik niks mee. Oké, okay, daar heb ik ook niks mee. Dat was een stoel. Dat is een hele mooie Tonetstoel. De architect is er al tussenuit, dus het maakt niet uit welke ik neem. Kom maar. Hoe heet hij eigenlijk? Architect. Architect. Als ze nog maar 1 man in het park zien staan, weten Bianca en Andries genoeg. Ze liggen nog steeds achteraan. Maar misschien hebben ze wel geluk met de binnenhuisarchitect. Nou ja, ik kan je wel een vraag stellen, maar ik denk niet dat jij het bent. Andries, aangenaam. Ik ben Jack. Doen ze 4 verschillende bouwstijlen. Gotisch, neogotisch, late renaissance en vroeg renaissance. We kunnen wel eens geluk hebben. Moet hij jou meenemen? Ja. Je komt te verder. Ondertussen is de verschrikkelijke fietstocht voor Maartje en Gert-Jan ten einde. Dit is het. Geweldig. Jullie mogen naar binnen gaan en een appartement uitzoeken. Ik heb hier 4 foto's. En met deze foto's gaan jullie de appartementen van het blok bezetten. Linda en Sander, voor jullie de eerste keus. Dankjewel. Nu gaan wij in nummertje 3 zetten. Appartement 3. Maartje en Gert-Jan, jullie kwamen als 2e aan. Oké, okay, nou dan... Dat is jammer, hè? Nummer 3.
De hele linkervleugel is bezet. Blijft over de rechtervleugel. Bianca en Andries. Dan gaan wij voor nummertje 4. Nummertje 4. Ja, dan blijft er nog eentje over. Ik twijfel. Tweede etage. Wat vinden jullie ervan? Ja, nou ja. Nou, dat was onze derde keuze. Wat was jullie eerste keus? Nummer 1. Ja. Nummer 1. Nou, kies maar. Toch haalt hij dan, hè? Zet hem op dak. Jullie hebben allemaal aangegeven dat jullie hele goede klussers zijn. En het zal dan ook niemand verbazen dat de lat van blok 4 enorm hoog ligt. En het begint eigenlijk al met de indeling. Want jullie moeten ervoor zorgen dat het appartement echt in het oog springt. Dus is een binnenhuisarchitect goud waard. Maar wie van jullie heeft de echte binnenhuisarchitect? Ja, we hebben niet voor niks gekozen voor deze architect. Hij gaf het beste antwoord, een beste onderbouwde antwoord. Ja, terwijl hij er het minste als een binnenhuisarchitect uitzag. Nou, op basis van de vraag hebben we niet de goede gekozen, maar voor hetzelfde geld hebben we een goede gok gedaan. Ik zie het nut wel van zo'n man in, want net liepen we daar rond en zeker ik zelf. Ik had echt zoiets van, oh god, waar moet je op letten? Ik hoop dat het de juiste binnenarchitect is, binnenhuisarchitect is. Maar ja, ik heb mijn twijfel daaraan. Ja, hij straalt mij niet, het niet uit dat hij het wel is. Dus, maar ja, ik kan het altijd mis hebben. Ik heb geen flauw idee waar ik zou moeten beginnen. Ik bedoel, ja, een woonkamer voorin. Echt, ik zou hem echt hard kunnen gebruiken, dus laten we hopen dat het hem is. Wil de echte binnenhuisarchitect zich nu bekendmaken? Ja, super. Dank je wel. Dat is onze buur, dit kunnen we mooi afkijken. En dan zijn jullie natuurlijk benieuwd wie de andere heren zijn. Ik ben Ruud Meijer, accountmanager bij de gemeente Haarlem voor het blok. Ik ben Ron van Rijn en ik ben politieman in deze wijk. En als jullie overlast veroorzaken, kom ik jullie misschien weer tegen. En ik ben Dick Kool en lever al jullie wanden, vloertegels en sanitair in het appartement. Oh, kijk eens. Ook belangrijk. Ja. Jullie hebben Jack. Jack is binnenhuisarchitect. Dus jullie hebben een klein streepje voor. Straks binnen staan er een aantal tekentafels. Op die tekentafels ligt een platte grond. Vanavond moeten jullie de indeling tekenen, want over anderhalve week is de eerste oplevering. Ik wens jullie heel veel wijsheid en heel veel sterkte. Dankjewel. Succes. Dankjewel. Maartje en Gert-Jan, jullie mogen hem voor een uurtje hebben. Geef op. Okay. Ja? Ga er maar snel naartoe. Oké. Okay. Zo, nou. Nou, welkom in ons appartement. Ja. Dankjewel. Ja. En dan hebben ze ook nog de hulp van binnenhuisarchitect Jack. Dus Maatje en Gert-Jan moeten een heel eind kunnen komen. Wel een schuifdeur in dit geval eigenlijk ook wel mooi. Ja, heel mooi. Ja. Ja. Zo'n matglazen ding of zo? Bijvoorbeeld, ja, of iets wat in die kast verdwijnt, dat kan ook. Zo jammer dat we die binnenhuisarchitect niet hebben. Zo ja, wat makkelijker. Had iets makkelijker geweest. Nou moeten we het zelf zien te verzinnen. Ja. Jack, je uur is voorbij. Oké. Okay. Ik moet je meenemen. Jij mag lekker thuis in je bedje slapen. Heerlijk. Voor jullie allemaal heb ik veldbedjes buiten staan. Veldbedjes. Ik wens jullie een hele fijne, droge eerste nacht in het blok toe. Jack, we gaan. Ja, oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt, hè. Nou, tot snel. Veel plezier, succes. Hey, ja. Doei. Dag. Dankjewel. Zijn we nog heel even binnen? Dat mag niet. Dat mag niet, hè? Ja, geweldig. Mooi plan. Nu nog uitvoeren.